Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 24 januari en het is 11 uur geweest. Ik ben net pas wakker, alleen ik heb deze keer bewust voor gekozen, want ik wou uitslapen omdat ik vanavond tot heel erg laat moet werken, tot waarschijnlijk 2 uur, en ik morgen vroeg om 6:30 alweer op moet staan. Dus ik dacht, ik maak nog even gebruik van het uitslapen en dan ben ik misschien ook niet zo moe morgen vroeg en zo, dus daarom ben ik lang in bed blijven liggen. En ik werd dus wakker en toen zag ik dat de wereld wit was. En ik ben niet zo van de sneeuw en zo. Ik vind het van achter de ramen heel erg mooi. Maar ik ga echt niet buiten lopen in de sneeuw. En ik snap niet dat mensen sneeuw leuk vinden eigenlijk. Achter de ramen is het mooi, maar verder gewoon niet. Ik ben nu bezig met mijn vlog van gisteren. Die te bewerken en zo. En daarna ga ik hem inplannen op YouTube. En ik moet nog een gedeelte van de video opnemen. En dat ga ik ook vandaag doen. En ik hoop dat ik ook nog een pakketje krijg vandaag, want ik verwacht er nog eentje en het duurt langer dan verwacht. Dus, ik ga nu mijn video bewerken en ik zie jullie zo meteen weer. Het is inmiddels 1:15 en ik heb een aantal dingen die ik moet doen. Ik moet mijn tas alvast inpakken voor morgen, omdat ik daar vanavond en morgen vroeg geen tijd voor heb. En ik ga gelijk na mijn werk door naar Leeuwarden. Dus, tas inpakken, ik moet douchen, aankleden, mijn haren weer in een donut doen, want ik moet werken in het voetbalstadion. Ik moet ook nog even kijken, een video opnemen. Dat ga ik doen als ik gedoucht ben. En voor de rest kijk ik nog wel eventjes. Er is hier een bom ontploft, want ik ben mijn tas aan het inpakken. Al een 30 minuten, of langer zelfs. Wat een gezelligheid. Ik ben klaar met het inpakken van mijn tas en ik ga me nu douchen en daarna aankleden, opmaken en mijn haren doen. Zodat ik klaar ben voor mijn werk alvast. En ik hoef pas om 7:30 te beginnen, dus ik heb nog wel eventjes de tijd. En dan ga ik eventjes kijken wat ik ga doen. Oké, hier had ik echt zin in. Dus die ga ik eventjes opdrinken. Ik kom net uit de douche en ik ga nu mijn haren doen en mijn make-up doen. En ik heb me even 30 minuten aangekleed, want ik moet vanavond een nette zwarte broek aan. En ik krijg een blouse aan, plus een sloof en een stropdas. Dus het maakt niet zoveel uit wat ik aan heb vandaag. Ik ga me eventjes opfrissen. Niet opfrissen, ik bedoel opmaken en haar doen. Zo, ik heb mijn haren alvast in een donut gedaan en ik heb alvast foundation op. Want anders moet ik dat na de tijd nog doen en dan gaat het hier bij mijn haarlijn niet zo mooi zitten. Ik moet mijn haren weer in een donut dragen vanwege mijn werk. Dus het was weer eventjes wennen, want ik heb het een tijdje niet gedaan. Maar hij zit weer goed. Ik ga me nu verder opmaken en daarna ga ik eventjes foto's maken van producten die ik heb gekregen. En nog een filmpje opnemen. Mijn haren en make-up zijn gedaan en ik ga nu naar beneden. Ik ga even een broodje eten, want ik heb nog niet gegeten. En daarna ga ik weer naar boven en bezig met mijn blog. Ik heb vandaag een hele saaie en ja, gebeurt niet zoveel vlog. Want we hebben visite en daar ga ik eventjes bij zitten en daarna moet ik eten en daarna werken. Dus ik weet niet of er nog iets spannends gaat gebeuren, maar ik denk het voorlopig niet. Dus ik ga naar beneden toe en even bij de visite zitten. En daarna zie ik jullie weer. Mijn vlog van gisteren is nu klaar met uploaden en hij komt morgen online om 6:00 ochtends. Ik ga eventjes kijken of ik nog iets wat aan moet passen. En voor de rest niks doen. Ik zei dat ik een video ging maken over alle producten die ik in deze maand heb ontvangen. Maar dat gaat hem even niet worden. Deze maand niet. Volgende maand hopelijk wel. Want ik heb heel veel producten al gebruikt die ik heb ontvangen. En het leek me wel leuk om gewoon alles van een hele maand aan jullie te laten zien. Dus niet alleen misschien 3-4 pakketjes. Maar gewoon alle pakketjes die ik binnenkrijg. Dus ik laat jullie nu even zien welk pakketje ik gisteren heb gekregen. Dat is een pakketje van Gül. Met de zijdeglanslijn. En dat zijn best wel mooie producten. Ze ruiken heel erg lekker. En ik ga morgen gelijk beginnen met het testen van deze producten. En volgende maand beloof ik jullie dat ik een video online zet met daarin de producten die ik die maand heb ontvangen. Dus mijn excuses voor deze keer. Maar het ging hem gewoon echt niet worden. Ik zal jullie even de producten van dichtbij laten zien. Momentje. Als eerste de shampoo. En in de shampoo zit Orchidee. En het is voor dof, droog en breekbaar haar. Dan is er ook nog een conditioner. Heeft ook een hele mooie roze verpakking. Vind ik wel leuk uitzien. Dat is weer eens wat anders als al die natuurlijke kleuren of paars van André Lon bijvoorbeeld. Gül heeft allemaal verschillende kleuren die passen bij de lijnen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus deze. En dan nog een haarmasker. Een direct herstellend masker. En die herstelt het haar en heeft een gewichtloze formule.
En hij zorgt voor zijdeglans en hernieuwde veerkracht. Dus ik ga deze producten vanaf morgen testen. En dan laat ik het aan jullie weten wat ik ervan vind in een review. Ik ga nu eventjes naar beneden, even snel wat eten. Ik denk een tosti en zo, gewoon lekker makkelijk en een gekookt eitje. En daarna ga ik me eventjes omkleden en nog eventjes mijn make-up bijwerken, zodat het niet mijn voorhoofd glimt. En daarna richting mijn werk. Zo, het eten is op en ik heb natuurlijk wel meer gegeten dan alleen een ei. Ik ga me nu eventjes omkleden en daarna richting mijn werk, denk ik. Of nog niet. Ik moet even kijken hoeveel tijd ik over heb. Oké dan, I'm ready to go. En ik ga werken tijdens voetbal en ik ben waarschijnlijk rond een uur of één ongeveer klaar. En dan moet ik morgen vroeg om 6:30 weer opstaan. Dus ik denk niet dat ik nog heel veel ga doen wanneer ik thuis kom. Ja, misschien even wat rotzooi van mijn bed opruimen en daarna richting mijn bed. Maar ik ga wel vanavond mijn vlog pas afsluiten. En volgens mij heb ik ook spraakgebrek. Ik ga wel vanavond mijn vlog afsluiten, dus ik ga nu naar mijn werk en ik zie jullie vanavond weer. Doei! Het is inmiddels 2:00 en ik ben al een half uurtje thuis van mijn werk. Ja, en ik ben nog helemaal niet moe, maar mijn werk gaat morgen wel om 6:30. Dus ik ga nog eventjes bij mijn laptop zitten, nog even wat video's bewerken en daarna richting mijn bed. Ik zal morgen nog niet zo moe zijn, maar die dag erna waarschijnlijk wel. Maar dan heb ik toch niet zo heel veel te doen, dus kan ik lekker uitrusten. Ik ga morgen gelijk naar mijn werk door naar Leeuwarden. En ik ga gewoon weer vloggen. En ik probeer het nu ook echt vol te houden en niet daar te vergeten te vloggen. Dus ik ga mijn best doen en ik ga nu de vlog alvast afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Doei!